we zijn hier in een mysterieus hol. Oftewel, het scheidhol. Nou, de uitzending van Slikken en Spuiten is al uitgelekt. Dus ja, Edges Vlog. Zend hem ook uit. Geef je commentaar. En ja, wel kicken dat we er weer in zijn. Ja, toch. Dag mannen. Hoi. Hallo. Kom nog gezellig tussen, meid. Nee, je komt tussen ons in, hè? Dus jullie zijn hier wietolie aan het maken? Ja. Ja. Vind je het heel gek dat ik een beetje verbaasd ben? Ja, dat is natuurlijk raar. Maar ja, we doen het voor het goede doel, hè? Nou, ik heb het niet over de wietolie, maar ik dacht, dit is een soort mini-laboratorium met een beetje professioneel, maar het zijn gewoon emmertjes. Waarom maken jullie wietolie? Wij maken dat om mensen te genezen. Ja. Tegen de pijn. En, pijn waarvan? Mensen die of spierpijn hebben of... Het helpt niet tegen kanker, maar als je ziek bent, hier in je leven. Ja. Het kan voor brandwonden, het kan voor psoriasis, voor alles. Hoeveel betalen de mensen jullie als die dan wat wietolie komen halen? Momenteel geef ik het aan de mensen weg. Ik krijg er een kick van als jij ziek bent of jouw hond is ziek en ik geef jou olie en jij wordt weer beter. Dat maakt blijer dan een beetje geld. Maar ik heb er wel bewondering voor, jongens. Het is echt fucking koud. Zit hier in de tuin met drie pannetjes. Ja, maar het is gevaarlijk. Ja, maar en jullie zitten hier gewoon voor andere mensen. Maar dan had je in de zomer moeten komen. Als iemand al 30 jaar pijn hebt en die is er nu vanaf, dan kan een beetje kou voor mij er ook wel bij. Thuis wietolie maken. Nog te jong voor. Ja, en uiteindelijk kom je dan de wietolie tegen. Ja. Ja, en dat... Niet voor de hand liggend. Nee, niet echt. Niet echt, maar als je je dan erin gaat verdiepen... Ja, dan zie je toch wel dat het voor haar misschien wat zou kunnen zijn. Jij en jouw dochter zijn onherkenbaar in beeld. Mm-hmm. Waarom is dat? Omdat het gewoon nog een heel gevoelig onderwerp is hier in Nederland. Was je niet bang? Toen je dat risico nam? Nou, kijk, de allereerste druppel die ze kregen natuurlijk, dan ben je, is het heel spannend hoe ze zo reageren. Want ja, dat weet je natuurlijk ook niet. Ja, als je dan daarna gaat zien dat ze vooruit gaat en ze kon bijvoorbeeld niet meer een potlood normaal vasthouden. Ja.
En daar had ze dus een soort greep en daar ging dan een potlood in een gaatje en dan kon ze kleuren. Nu kan ze hem weer vasthouden. En ja, hier zit dus geen THC in. En dat is voor mij... Kijk, als er THC in zit, dan zou ik het niet doen. Dit is CBD-olie. En daar is de THC uitgehaald. De wiet bestaat uit meer dan 40 verschillende substanties. Een aantal daarvan is betrokken bij de psychotrope effecten bij de mens. Mensen worden er wat high van, voelen zich lekker. Dat zijn de stoffen die we juist niet aan kinderen willen geven. Dus daarvan moeten we zeker zijn dat het er niet meer in zit. Wat zou het voor jou betekenen als wietolie legaal zou worden? Gewoon verkrijgbaar bij de apotheek? Ja, dat zou niet alleen voor mij, maar voor veel meer kinderen heel belangrijk zijn als dat mogelijk zou worden. Maar dat zou ideaal zijn. Ik vind het toch vreemd dat de moeder van Nina haar dochter een medicijn geeft dat illegaal is en ergens in een achtertuin gebrouwen moet worden. Dus ik hoop dat ze er goed onderzoek naar gaan doen en dat het misschien ooit in de apotheek verkrijgbaar is.